Als meneer op het paard hier, ik zeg uw paard. Meer dan 200 jaar geleden hebben de Kozakken Napoleon verjaagd. Nu, heren de dagen, 200 jaar koninkrijk der Nederlanden en Almelo als stad. En het destijds gevoerde strijd wordt nu gespeeld als de slag bij Ruigerode. De veldslag bij Ruigerode, Almelo 2019, kent zijn weerga niet. Zo groots van beleving, genieten onderwijzend. Wij wensen jullie heel veel plezier. Let the battle begin! U ziet dat het huis is ingenomen door de geallieerde troepen. De Brunswijkers die vanuit daar beter zich kunnen verdedigen. We krijgen nu de man om aan te leggen en wordt gevuurd op de tegenstander. En ik zie dat rechts de maarschalk. Ja, dat noemen ze nou een hele best zijn vanavond. Staat er nu in het midden, de garde wordt ingezet. De garde verdedigde als laatste de keizer en die werd als laatste ingezet. En nu zien we al dat die heel vroegtijdig tijdens de slag worden ingezet. Ja, vanaf de hup. De nonnen worden naar voren gebracht en de maarschalk en de cavalerie, de Franse cavalerie, drijft zelf naar voren. Maar de cavalerie die ondersteunt de infanterie op dit moment, die teruggedrongen is, de Franse infanterie is teruggedrongen. De maarschalk met de generaals en officieren weer verslag gaat brengen bij Napoleon. U ziet dat hij zijn hoed afneemt en doet verslag. Maar de veldslag is nog niet verslaan. Integendeel. De reenactors die je hier ziet, dat zijn deelnemers die uit ongeveer 10 landen uit heel Europa hier deze slag naspelen. Deelnemers komen uit Spanje, Nederland, België, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Wales, moest ik apart noemen. Wales. Scotland. Scotland. En heel ver in de verte kun je de Schotten wel horen blazen. Ik zie in het midden zo'n Nederlandse vlag. Maar is dat nou een Nederlandse vlag, Martijn? Want ik zie daar ook in die vlag zit een soort. Wat is het? Egaliteit of wapen? Vertel eens even. Ja, je ziet, u weet, zowel de Nederlandse vlag als de Franse vlag is allebei rood-wit-blauw. Maar aan de zijde van de Fransen, die nu centraal op het middenterrein staan in de hele grote groep, daar zit inderdaad in hun vlag het teken van vrijheid. Ja, kijk, ik zie het. Ja, zeker. De maarschalk loopt voor zijn troepen uit. Jaagt de troepen op. Juicht Napoleon toe om de troepen moed in te spreken.